moet hier blijkbaar het verkeer gaan afremmen. Dat zal dus iets zijn. Uitstappen! Stoppen! Oh, dat is ook nergens. Oh, oh! Ambulance vraagt om assistentie. Dat kan dus zijn bij een reanimatie, maar het kan ook zijn omdat ze worden aangevallen. En jij gaat ook leeg. Stoppen! Mes, mes! Eenheidjes erbij, spoed! Hallo mensen, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, Elders Pudival en Moor. Vandaag ga ik op pad met mijn collega achter mij. Hoe heet die? We noemen hem Henk. Nee, Jan. Een normale naam. We noemen hem... Nee, Jan. Wim en Jan samen op de Touran 2016. In de Touran 2016. We krijgen een melding. Teffing. Slow down the traffic. Oké. Okay. Ik krijg meteen een prio 1 melding. Ik heb geen idee wat het is. Locatie, waar hebben we? We moeten zo rijden, zo rijden. Zo snelweg, gevaarlijk draaien. We kunnen ook hier omhoog zo draaien. Dat is veel veiliger. Maar je moet vervolgens weer hier gaan draaien. Dus we hebben niet een route waar we hier al uitkomen. Dan moet je vanaf hier de snelweg op. Op zich. Zo de snelweg op gaat. Dan kom je meteen daar uit. Zullen we dat doen? We volgen die route. Ja, ready. Het is vroeg, maar we zetten wel alles aan. Ja, dankjewel. Mijn collega zegt hopelijk rechtsvrij. Maar ja, we hebben toch groen, dus dan zou het wel vrij moeten zijn. Geen tegenliggend verkeer. Sneller gaat eruit. Links vrij, rechts vrij, voor mij vrij. Links vrij en rechts vrij. Zo duurde ik dat. En zo doen wij dat dus ook. Vrije baan, groen licht, we kunnen doorrijden. Moet hier blijkbaar het verkeer gaan afremmen. Dat zal dus iets zijn. Deze locatie. Oh wacht. Iedereen lekker stoppen hier. Hey, pot non de knetters hè. Ik moet ze blijkbaar... Nee, ik weet echt niet wat ik... Ja, sommigen komen er dus nog langs, hè. Maar ik geloof... dat ik ze vanaf hier moet afremmen of zoiets. Totdat we bij het ongeval komen, zeggen ze. Ik weet dus niet of we nog een ongeval gaan tegenkomen. Of dat ik gewoon op die locatie had moeten stilstaan. Hey! Het stond dan een slow down the traffic to 10 kilometers an hour before arriving to the accident. Hey! Ik ga ze terugrijden, want ik weet niet precies wat hier los is. Oh nee, oh, oké, okay. Ik zie het al. Ik zie nu een oranje stipje op de kaart. Hey! Dus daar is het ongeval. Het is nog pittig moeilijk. Hey! Hallo! Niet te lang stok, ben ik duidelijk. Je hebt er geen hulpverleningsvoertuig inhalen. Ze worden ongeduldig, maar je gaat echt niet mij inhalen, vriend. Ik hoop niet dat iets voor mij rijdt. Nee dus.
Oké, die krijgt het op zijn kenteken. Ja, en terecht. Hier is een ongeval gebeurd. Ja, jongen, 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 jongen. Dit is weer die Tesla, hè? Goed, kom. Nu hebben we ze in ieder geval afgeremd. Tot hier bij het ongeval. Dat betekent tot, tot iedereen nu... Ja, en we hebben een file gecreëerd en dat was de bedoeling. Maar die Tesla krijgt wel een stopteken. Want die was me toch een tikje irritant. Oh, hij heeft nog geen stopteken gehad, geloof ik. Ah, ah, ah. Hij is gestopt. Oh, dat scheelde ook zo lekker weinig. Weet je wat wij gaan doen? We gaan hier neerpleuren. Want wie gaat er nou nog hier rijden? Allemaal invoegen natuurlijk. Stoppen. Ga ik rijden. Ga ik piep, 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 piep. Fend off position. Zo. Goedendag, hallo. Politie, had je al door waarschijnlijk. Want je reed tegen me aan. Ik wil graag een rijbewijs zien. En snel een beetje, mijn collega checkt het kenteken. Goed. Zeg, ik kan het je niet vragen, maar wat in godsnaam, of waar in godsnaam, heb jij het theorie gehaald? Want dat is me niet helemaal duidelijk. Ik ga het volgende kenteken voor je nadrukken. 4-1-X-ray. Oh, wat was dat? Hotel 1-6-8. Hij staat ook niet geregistreerd en wat ik hier ook allemaal achterin zie staan, dat is niet niks. Wat heb je daar? Een hele kooi omheen gebouwd ofzo? Dat is een rolkooi. Ik weet niet of dat legaal is. In ieder geval, je mag niet verder rijden. Dat is pittig kut, want we staan hier op de snelweg. Maar ik ga je wel uit laten stappen. En je gaat hem keuren krijgen. Dus iedereen mag uitstappen. Staan blijven. Goed zo, rustig. Ja, 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 dit is echt aan de hand nu. Ik ga je voertuig afslepen. Hij kan namelijk niet hier staan. Ik ga jou meenemen. Samen met je amigo's. Amigo, sorry. Amigo van hem, ik wil ook nog even jouw ID zien. Ik weet niet of dat hem is. Staan blijven. LSPD, don't make me shoot you. Inderdaad. Politie laat me je niet neerschieten. 12-01-13. Ja. Ja, 7 komen eraan. Nee, stop nou even, stop nou even, stop nou even, stop nou. Jij kunt niet met die auto gaan rijden. Jij gaat niet met die auto rijden. Nee, ja. Hier komen stoppen. Nee, ik hoef er ook niet mee te rijden, maar... Zo, voor jou heb ik een taxi besteld. Ja, oké. En voor jou ga ik ook een taxi bestellen. Warning. Nee, niet kopen, al hier blijven. Ook voor jou een taxi. En die auto wordt afgesleept door dat ding. Shoutout naar Mad Snow of zoiets voor dit ding. Want die is nieuw, zoals jullie zien. Nederlandse bergingsbedrijf. Taxi voor hem komt eraan. Takelwaggel neemt de auto mee. En wij gaan door naar een pre-way melding. Allemaal lekker geregeld, maar we werden echt even opgeroepen door de C dat wij daar naartoe moesten. Dus vandaar dat we nu meteen doorgaan. Hopelijk heeft de collega nog even kunnen wachten. Het is niet ver gelukkig kilometertje, met onze snelheid schat ik het op een minuut ter plaatse. Ik wou naar rechts, maar vrije ruimte ligt hier. Vrij, 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 vrij. Oké. Rechts vrij.
Ja, gaat er vandoor. Oké, okay, dat komt goed uit dat we al in de buurt waren. Uitstappen! Stoppen! Ik weet niet wat hij heeft gedaan, waarom die aan de kant werd gezet, dus vandaar. Liggen! Hallo! Oh, jij bent een hond. Ik dacht dat het kat was. Zo, je bent aangehouden. Mijn collega die jou aan de kant heeft gezet gaat precies vertellen waarvoor je bent aangehouden. Ik ben in ieder geval aangehouden voor negeren stopteken. En dan zoek ik verder nog uit. Wat, oh, ik had hem kunnen meenemen, sorry. Wat verder de bedoeling was. Heel veel schrijnen hier. Ik ga even die van mij alvast uitzetten. Kan ik die nog cancelen? Moet ik heel snel zijn? Nee. Oké. Okay. Ik was even vergeten tot ik hem gewoon kon meenemen. Maar dan doen we dat bij de volgende verdachte. En wat vonden jullie van mijn inbox methode? Er liep wel hier een meneer, dus het was redelijk gevaarlijk, maar ik vond hem best effectief. Of hoe noem je dat? Au. Ah, dat gaat pijn doen. Ja, toch? Gewoon even beuken. Niet moeilijk doen. Zet je sirene uit, collega. Zet maar even groen aan. Oh, hij is weg. Dan kunnen we door. OC 1201 instappen jij en gauw een beetje boef. En blijven zitten. OC 1201, alles in controle. Wij gaan door. Mijn collega blijft hier nog even chillen met zijn sirene aan. En zo begint de dienst redelijk druk. Dus we gaan kijken, ik wil rechtdoor, wat de dienst ons nog gaat brengen. Haal je nou iedereen rechts in om vervolgens rechtdoor te rijden? Ja, kom hier. Rij maar door, rij maar door, rij maar door. Hoppa, stoptekentje. Stop voor staat aan. Ja, dat dacht ik toch. Hé, 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 hé. Oh, oh, Tesla maakt ook een foutje. Kan gebeuren toch. Even volgen. Oh, die gaat ook lekker. Nee, die mag de brandweer zo gaan bellen. Misschien krijgen we daar nog een melding uit de brand. Oh, dat is ook nergens. Oh, oh. Jongen, 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 jongen. Wie had ik ook al aan de kant gezet? Oh ja, deze hier. Stop maar. Hé, een husky. Bliep. Hallo meneer. Moment. Ik ga het volgende kenteken voor u natrekken. 8-4 India. Ja. Mag ik een rijbewijs van u zien? Ja, die heeft u niet hè. Expired, die is verloop. Of die heeft u wel, maar die is niet meer geldig. Dus die moet u even laten opnieuw aanvragen. Heeft u die toevallig al aangevraagd? Hij maakt er ja van in dit geval. Oké, mag ik dan daar papiertjes van zien? Daar geeft hij mij papiertjes voor, we moeten er iets van maken, want ik kan hem niet vragen van nou. Maar dus uit dit geval komt hij door mij weg. Hij heeft een nieuw rijbewijs aangevraagd. Je krijgt wel een bekeuring voor moment. Hoe wordt dat gezien? Ik heb ooit eens, misschien ooit eens gezien bij wegmisbruikers totdat misschien rood licht rijden was, omdat je eigenlijk rechts afstaat maar toch gewoon doorrijdt. Maar ja, ik denk niet dat ik kan opschrijven of kan invoeren van verkeerde voorsorteervak, dus ik maak het careless driving. Biedt schön. Bekeuring bedraagt $550. Geen idee hoeveel euro, ik maak er €230 van, plus 9 euro administratiekosten komen erbij van het CIB of zoiets. Wil je een bezwaar gaan, staat op de achterkant. Dat ging heel soepeltjes. $550 is natuurlijk geen €230, maar ja, €230 is zo'n bedrag wat zo vaak voorkomt bij de politie in Nederland dat ik dacht van ik maak dat er gewoon van. Hij rijdt door. Dan krijg je een melding. We krijgen echter wel een prio 1 melding, denk ik.
Even luisteren. Jij reed rood. Dat zag ik. Oké, prio 1. De sirene gaat erop. Ambulance vraagt om assistentie. Dat kan dus zijn bij een reanimatie, maar het kan ook zijn omdat ze worden aangevallen. Snelheid gaat erop. Mijn collega doet de blauwe handschoentjes aan voor de zekerheid. Ik hoor nog meer politie achter mij aanrijden. Hier kunnen we wel langs. Hey, stoppen! Hier komen. Pannenkoek. Jesus Christ, wat denk jij dan? Ik ben aangehouden. Voor aanvallen van een hulpverlener. Jij sloeg wel terug, dat moet je niet doen. Dat moet je niet doen. Dat is niet zo slim. Jij gaat met ons mee. Naar het bureau. Instappen. Zoom maar uit hoe je instapt. Dat vond ik knap. De deur ging open zonder dat hij zijn handen gebruikte. Collega's, ciao, adios. Succes verder. Fijne dienst nog. De 0. Oh, die is hierboven. Kunnen we niet afsnijden? Zeker kunnen wij afsnijden. Ik zal je ondertussen even op je rechten wijzen als we naar het bureau rijden. Of ja, het cellencomplex. Een heel klein cellencomplex, dus het is niet echt leuk. Maar je hebt in ieder geval het recht om te zwijgen. Je hoeft geen antwoord te geven op de vragen die we jou stellen. Wil je een advocaat, dan kunnen we die regelen. Of dan kun je die bellen dadelijk. Heb je er geen, dan kunnen we die toewijzen of zoiets. Voor de rest, ja, weet ik het. Fijn dag verder. Maar die is gewoon letterlijk daar. Dus hij zit in de cel, maar... 1202 OC, we komen dan. De game denkt nog steeds dat we hem moeten pakken. Maar we hadden hem zeker al gepakt, toch? Niet dan? Ja, toch. Die reed wel erg hard, hè? Kentekencheckje. Dus negeer de rode stipjes op de kaart, behalve als het in een achtervolging is. We hebben geen meter kunnen doen, dus we kunnen ook niet hem... ja, rij dan door! We kunnen ook geen bekeuring geven voor de snelheid, maar ik dacht dat hij best snel langs reed. 12-01-13, 12-01 over. Stop voor staat aan voor dit voertuig. Volg aan mij werken. Hier parkeren. Zijn we op het bureau. Goed. Deze heer, eigenaar van het kenteken, of van het voertuig, die wordt nog gezocht omdat hij meerdere winkelovervallen of winkeldiefstallen... heeft, hoe zeg je dat, even denken, dat heeft hij georganiseerd, dus hij heeft, zeg maar, gezorgd voor het, staan blijven, stoppen, beide, what the fuck gaan jullie doen, ik pak mijn vuurwapen, jij doet je handen omhoog, jij gaat stoppen, stoppen, jij ook, liggen, verdachte beweging, worden jullie getaced, dus je gaat liggen, en jij gaat ook leeg. Stoppen! Mes, mes! Eenetjes erbij, spoed! Stoppen! Collega, let op, even een mes. Stop! Godverdomme! Sorry voor het geld. En hij gaat er vandoor. Ja, maar... Stoppen, uitstappen! Dit gaat helemaal fout. Liggen nu.
liggen nu. Als zij schoten gelost, nog maar 1 edge erbij. Er rent er ook nog eentje vandoor en mijn, buiten mijn zicht. Die ligt. Stoppen nu liggen. Ben ik duidelijk geweest of niet? Ah, jongen. Als ik pepperspray had, dan had je zoveel in je gezicht gekregen dat je nooit meer kon kijken. Maar nu, ga liggen. Gelukkig hebben we meerdere eenheden bij mij ter plaatse. Alles onder controle nu. 1 verdachte sowieso al aangehouden. Ja, die kunnen we hier afleveren. En de andere ligt hier. Stop die weer. Schiet hem neer. Gewoon schieten, jongens. Uitstappen. En liggen. Ik snap niet dat hij niet bang is voor 6 vuurwapens die op hem zijn gericht. 1, 2 voor mij, 3, 4, 5. En hij had net ook een vuurwapen. Nou, 5 dan. Goed, OC, 2 maal aanhouding. Maak ik haar wel los, dat word je toch zo gestoord van. Jullie gaan beide met mij mee in mijn toegang. Collega's, hartelijk bedankt. Jullie gaan instappen. Hou je mond. Ga mij niet uitschelden. 1, 2, mijn collega. Ops, oké. En zo zijn we bij de cel. Zo. Ik ga ze overdragen aan een collega en ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken. Voor super drukke dienst. Veel prio 1 meldingen. En ja, voor mij, ik vond het een heel leuke dienst. Dus ik zie jullie graag weer over 2 dagen bij een nieuwe video zoals altijd. Tot dan. Doei.